Het kleine dorp Putten op de Veluwe is opnieuw in het wereldnieuws gekomen doordat het huis van de familie Haanschoten in de Schoolstraat radioactief besmet geraakte als gevolg van een ongeluk bij een medische behandeling. Onmiddellijk na de ontdekking werd de woning van de omgeving geïsoleerd. De tuin waarin radioactieve as was uitgestrooid werd afgedekt met een plastic zeil om te voorkomen dat besmette stofdeeltjes door de wind verspreid zouden worden. Alle inwoners van het dorp die met de familie Haanschoten in aanraking waren gekomen werden opgeroepen om zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek. Zij moesten zich daartoe begeven naar het bureau van de Rijkspolitie in Putten. In het politiebureau werden ze onderzocht met apparaten waarmee de aanwezigheid van radioactiviteit gemeten kan worden. Tijdens het onderzoek bleek dat gelukkig niemand was aangetast. Ook niet het vriendinnetje van de 5-jarige Joke Haanschoten, die als eerste door de radioactiviteit besmet werd en die met haar ouders, broertje en zusjes het huis in Putten moest verlaten en ter observatie in een Utrecht ziekenhuis werd opgenomen.